De gemeenteraad van Rhede besliste dinsdagavond dat de situatie in Nationaal Park Veluwezoom grotendeels blijft zoals die is. Eigenaar Natuurmonumenten is teleurgesteld en hoopt dat er nog toekomst is voor het masterplan Veluwezoom. Ik weet het eerlijk gezegd echt nog niet. Ik hoop dat er een masterplan blijft, want wij ervaren het probleem dat er gewoon veel te veel gemotoriseerd verkeer over de postbank rijdt. En dat is niet goed voor de natuur, maar dat is vooral ook niet goed voor de mensen die hier op bezoek komen. Want die ergeren zich kapot aan al die motoren en auto's. En daar moest een oplossing voor komen die ook voor de toekomst zou werken. Het ingewikkelde aan de situatie is dat er drie instanties iets te zeggen hebben over het gebied. Twee gemeenten en natuurmonumenten. Wij moeten als eigenaar van het terrein gaan kijken hoe wij ons daarin gaan verhouden. Gaan wij meewerken aan iets wat we eigenlijk echt niet willen en wat we ook denken dat het op sommige onderdelen gewoon praktisch gezien niet kan? Of gaan we daarover meedenken? Ik vind het lastig. De koe weet dan ook niet zo goed wat hij moet doen. Ik ben niet gebaat bij chaos. Dat is niet goed voor de natuur. Dat is niet goed voor de recreant. We zijn nu nog geen dag na het besluit. Ik weet het oprecht nog niet. Ik wil een serieuze oplossing voor de problemen die er zijn. En ik wil geen chaos. En daar zitten mijn gedachten nog een beetje tussen te hinken van hoe gaan we ons opstellen om dat in evenwicht te krijgen. En scenario D is heel recent naar voren gekomen. Niemand heeft mij gebeld met de vraag van, is dat in het terrein haalbaar? Vind ik jammer. Ik vind het ook onnodig. En ik denk eigenlijk dat we misschien wel een hele korte tijd ergens hadden gekomen waar we in ieder geval meer tevreden over zouden zijn geweest dan wat er nu uit is gekomen. We moeten aan een oplossing blijven denken en of we dat dan op eigen houtje gaan doen of met andere partijen. Ik doe dat laatste het liefst. Ik doe het liefst samen een oplossing. Maar meewerken aan een waardeloze oplossing vind ik eigenlijk ook best wel lastig.